We gaan je nu opwarmen. Rustig aan, zus. Ik herinner me deze foto. Meiden, genoeg gezeurd. Geef je over. Oh nee, wat gebeurt er met mij? Ik sta op het punt om te vallen. Ik heb je, schat. Oeps, hebbes. Gevangen. Oeps, we zitten in de problemen. Je zult je hier op je gemak voelen. Kijk eens wat je hebt gedaan. Mam, pap, het spijt ons. We lossen het allemaal op. En hoe precies? Laten we de elementen weer combineren. Goed idee. Oeps, die truc werkt de tweede keer niet. Genoeg van mij. Je hebt huisarrest. Snel, ga naar je kamer. Prima, elke keer hetzelfde verhaal. Schat, ik vind je leuk met of zonder staart. Dit is niet eerlijk. Ik kom altijd in de problemen door jou. Mila, rustig aan. Niet huilen. We lossen het wel op. Oh, ik heb een idee. Klopt, laten we het internet checken. Wat moeten we zoeken? Laten we eens kijken hoe we een zeemeermin terug kunnen draaien. Google, hoe verander je de staart van een zeemeermin in poten? Oh, een antwoord. We moeten alle vier de elementen bij elkaar brengen. Laten we de tekening uitprinten. Dat maakt het gemakkelijker om te zoeken. Wacht, we hebben Barbiepoppen. Goed idee. Laten we ze meenemen. We gaan. Hé, geef het terug. Ik heb er maar één. Eentje is genoeg voor jou. Neem dit. Oeh, dat doet pijn. De orde is hersteld. Het laken is van mij. Je hebt het gescheurd. Allemaal door jou. Je verpest altijd alles. Ik ben hier weg. Ik verzamel alles sneller. Haal deze domme staart van me af. Nog een klein beetje, schat. Ik trek. Oeps. Alles goed. Oh, lieverd, ik heb een plan. We zullen je benen nu terugkrijgen. Nee, wait. Dat is een slecht idee. Ik zal je redden, mijn liefste. Je moet gewoon nog even volhouden. Nee, stop. Het lijkt erop dat ik ben ontkomen. Het spijt me, Amber. Ik weet niet hoe ik je kan helpen. Ik ben een vreselijke echtgenoot. Schat, we zullen iets bedenken. Oh, ik brand. Ik zal je redden. Alweer? Misschien zou je het niet moeten doen. Wacht op de vuurmeester. Maar ik brand nog steeds. Ik ben nutteloos. Maak je geen zorgen. Vuur heeft zo zijn voordelen. Bijvoorbeeld, we kunnen barbecuen. Geweldig idee. Ik weet het, schat. Klaar. Veel plezier. Wat mooi. Bon appétit, Wade. Dit is goddelijk. Oké, ik ben hier. Laten we beginnen met het element vuur. Maar hoe krijg ik het hier? Wat is dit? Rotsen en houtkrullen? Het lijkt erop dat ik heb bedacht hoe ik een vuur moet maken. Ik zag deze methode op internet. Je moet een vonk krijgen. Ja, het is gelukt. Mijn handen. Ik sta in vuur en vlam. Oh nee, het vuur staat op het punt te doven. Ik moet iets doen. Hier, dit moet helpen. Laten we het aanmaakhout toevoegen. Kom op, brand beter. Top, klaar. Nu is het tijd om het vuurelement te verzamelen. Waar is mijn pop? Ben je klaar voor Barbie? We gaan. Goed gedaan, partner. Het is ons gelukt. Oké, tijd om verder te gaan. We moeten nog steeds het element aarde verzamelen. Wat is dit? Red het bos. Ja, bijna vergeten. Laten we opruimen. Klaar. Ik moet het sneller verzamelen dan mijn zus. Laten we beginnen met het element water. Maar waar kan ik water krijgen? Ik heb er één. Het bijt. Laten we eens kijken wat we hebben. Heb het. Ik weet waar het meer is. Ik ben het. Laten we beginnen. Hoe krijg ik het vanaf hier? Ik zal het met mijn handen proberen. Oeps, ik sta op het punt mezelf te doven. Slecht idee. Ik heb het. Dit zal me helpen om mezelf niet te blussen. Oh, wat is er aan de hand? Het werkt niet. Mindy, je bent een genie. Nu kan ik water scheppen. Klaar. Het is tijd om de elementen te verzamelen. Barbie, het is jouw beurt. Goed gedaan, vriend. Missie geslaagd. Laten we verder gaan. We hebben het element water. Schat, ik denk dat ik te veel gegeten heb. Je brandt nog steeds. Ik geef het nog een kans. Wait, haal je water van me weg. Het spijt me. Ik wil gewoon helpen. Ik voel me ziek. Ik moet dringend zwemmen. Ik weet het. Schat, laten we snel zijn. Hier is je zwembad. Bedankt, denk ik. Maar het is hier leeg. Je hebt gelijk. Dat lossen we nu meteen op. Wait, wat ben je van plan? Probleem opgelost. We vullen je zwembad nu. Laten we gaan. Het is eeuwen geleden dat ik een lavabad heb gehad. Lieverd, ik voel me zoveel beter. We missen nog een laatste detail. Hallo, mevrouw Blauw. Hallo, meneer Geel. We hebben een probleem. Ik ben er. De volgende op lijst is het aarde-element. Nu, waar kan ik het vinden? Juist. Ik denk dat dit me zal helpen.
Nu ga ik wat aarde voor mezelf opgraven. Oeps, er is hier iets hards. Een kist. Wauw, het is een grote schat. Ik heb zoveel geluk. Maar de klus is nog niet geklaard. Oh nee. Hey, hoe is het? Ik sliep. Het spijt me, ik wil je niet wakker maken. Sorry, je kunt het niet zomaar in je zak steken. Geef mij de kist. Nee, het is van mij. Hebzuchtig, dan zal ik je geen aarde geven. Ik weet het, hier word je vrolijk van. Wat gebeurt er met mij? Wat mooi. Ik voel me bloeien. Ik vergeef je. We zijn vrienden. Nu moet ik gaan. Doei. Doeg. Oeh, ik ben gered. Laten we doorgaan met het verzamelen van de elementen. Barbie, het is jouw beurt. Laten we aan de slag gaan. Klaar. Ik heb het aarde-element. Ik kan de kist niet vergeten. Ik hoop dat Mindy ook alles heeft verzameld. Je hebt me verraden. Ik ga weg. Afgelopen uit. Wat hebben we hier nog meer? Hallo, ik wil graag een champignonpizza bestellen. Hoe bedoel je geen paddenstoel? Ik dien een klacht in. Schat, genoeg. Tijd om naar buiten te gaan. Hey, hoe zit het met mijn pizza? Bel en annuleer het. Hallo, neem niets mee. De bestelling is geannuleerd. Ik weet wie me kan helpen. Dokter, Amber heeft een staart laten groeien. Geen paniek, we lossen alles op. Dokter, help haar alsjeblieft. Ik moet een paar testen doen. Het kan geen kwaad. Wees niet bang. Laten we beginnen. Patiënt, adem diep in. Nog een keer. Dokter, wat gebeurt er met mij? Zenuwinkoorts. Laten we nu je temperatuur controleren. Zit stil. Niet bewegen. 1 pil. 2 pillen. 3 pillen. 700 graden. Deze pil zal helpen. Ik hoop het. Dank je, dokter. Schat, je benen. Ze zijn terug. Hoera. Dank je, dokter. Lieverd, je bent mijn held. Wat is dit? Oh nee, de staart is terug. Ik heb weer een staart. Het is een ernstige situatie. Injectie is noodzakelijk. Wat verschrikkelijk. Oh, weer een patiënt. Wait, wakker worden. Dit zal hem doen herleven. Oh nee, wat een vreselijke stank. Het is gelukt. Nu terug naar de injectie. Wat verschrikkelijk. Oeps, dat was awkward. Ik heb er genoeg van. Vertrek onmiddellijk. Prima. Ondankbare patiënten. Schat, ik help je nu. Wakker worden, sta op. Ik voel me beter. Godzijdank. Lieverd, maak me niet nog een keer zo bang. Oké, liefie. Waar is Mindy? Hallo, wees voorzichtig. Kijk uit waar je heen gaat. Heb je al twee elementen gevonden? Ik heb het luchtelement nodig. Mindy de loser. Waarom scheld je me uit? Ik ben boos op je. Nou, sorry Mindy. Wat wil je? Zullen we het goed maken? Prima. Laten we het goed maken en stoppen met vechten. Nu moeten we het luchtelement vinden. Maar waar? Ik weet het niet. Ik heb een idee. Laten we onze elementen combineren. Goed idee. Ik verstop de kist gewoon. Ben je er klaar voor? Let's go. We hebben een klein wolkje gemaakt. Maar het is ontsnapt. Jaag erachteraan. Snel. Ik vraag me af hoeveel likes ik met deze staart zal krijgen. Likes? We raken haar kwijt. Idee. Ik weet wie ons kan helpen. Amber heeft een staart laten groeien. Schiet op. Kom. Okay. Ik ben er. Wat is er aan de hand? Kijk zelf maar. Nee, dit is slecht. Maar we lossen het meteen op. Een beetje magie kan geen kwaad. Je hebt dit gedaan. Hoera, ik kan weer lopen. Geen staarten meer. Oh, wat gebeurt er? Mijn medaillon brandt. Zet het uit, zet het uit. Ik val. Wat heb je gedaan? Je hebt het alleen maar erger gemaakt. Hey, hoe zit het met het geld? Maak je een grapje? Ik ben al gewend aan een staart. Niemand waardeert mijn hulp. Auw, doet pijn. Ze zou ons kunnen helpen. Hulp bij wat? We hebben het luchtelement nodig. Alsjeblieft, geef het aan ons. Ik help niet gratis. We hebben geen geld. Je bent niets vergeten in de rugzak. Klopt, de kist. Het is van jou, pak het. Er is hier een heel fortuin. Wil je ons helpen? Natuurlijk. Waar moet ik het element plaatsen? In deze Barbiepop. Het luchtelement is van jou. Dank je, lieve wolk.
Je bent een grote hulp geweest. We zijn weg. My precious. Wow. Oh, wat heb ik een mooie stem. Stop met zingen. Amber verandert in een zeemermin. Help ons snel. Heb je de politie gebeld? Mijn vrouw verandert in een zeemermin. Hoezo? Net zo. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt, maar het is oké. We zullen haar helpen. Beweeg je staart niet. Je doet het geweldig. Niet onderbreken. Nog een foto. Schat, je hebt hier een hele fotoshoot. Oh, ik kan niet zien. Blijf uit beeld. Echt goed gelukt, toch? Prachtig. Oké, laten we het onderzoek voortzetten. Er zijn nieuwe verdachten in deze zaak. En wie staat er op de foto? Waar? Oh, dat zijn onze dochters. Ik moet met ze praten. Alsjeblieft, ze zijn in hun kamer. Laten we gaan. Het pad leidt hierheen. Schat, zing alsjeblieft niet. Ik dacht dat je het leuk vond. Ze zijn waarschijnlijk aan het studeren. Wow, echt waar? De kinderen zijn weg. Maak je geen zorgen, we zullen ze vinden. Wat is dit? Laat me niet alleen. Dit zou bewijs kunnen zijn. Ik moet een foto maken. Waar zouden ze kunnen zijn? Heb je een idee? Ik moet meer bewijs hebben. Bemoei je er niet mee. Dit is hun favoriete poppenhuis. Wat nu? Juist, laten we op zoek gaan naar aanwijzingen. Aha, snap het. Ik weet hoe ze de kamer hebben verlaten. Help ons, vind de kinderen. Heb je al het bewijs verzameld? Kunnen we beginnen met zoeken? Ja, het bewijs is verzameld. Maar eerst moeten we een vermissingsmelding doen. Laten we het op straat doen. Ga! Ik ben bij je. Wacht op mij. We gaan weg. Dan kun je zingen. Hé, hey, wie luistert er nu naar mij? Luister. Oeps, ik denk dat ik het heb overdreven. Laat me het oplossen. Het belangrijkste is om de plank te bereiken. We zijn er bijna. Snap het. Nu halen we je neer, vriend. Als gloednieuw. Wat nu? Oh, wat een mooie parels. Ik heb iets bedacht. Het werkt. Het beste cadeau is het cadeau dat met de hand is gemaakt. Laten we het proberen. Mam, we hebben alle vier de elementen. We sturen je nu terug. Wat ben je van plan? Maak je geen zorgen, we lossen alles op. Zus, combineer de elementen. Klaar. Mam, niet bewegen. Wat gebeurt er? Mijn benen, ze zijn terug. Oh, mijn slimme meiden, ik ben gered. Laten we het aan de buren vragen. Misschien hebben ze iets gezien. Er is niemand. Volgende. Ken jij deze meisjes? Het is privé-eigendom. We kunnen niet opgeven. Je hebt gelijk, laten we gaan. Ik ga zelf naar binnen. Oh nee, ik werd bijna doof. Het is allemaal voorbij. We zullen ze niet vinden. Geen paniek. We komen met een nieuw plan. Ik heb ze zo gemist. Wat? Wow. Wait, de meiden zijn thuis. En je hebt geen staart meer. Wat dacht je van een familiefoto? Goed idee. Lach. Klaar. Het is geweldig geworden. Zaak gesloten. Tot ziens. Bedankt voor de hulp. Ik ben zo slaperig. Ik ook. Oké. Jullie zijn allebei geweldig. Snel slapen, welterusten. Ik val nu in slaap. Ik ook. Het was een zware dag. Oh, bijna vergeten. Mama is jarig vandaag. Ik moet opschieten om haar een cadeau te geven. Ik hoop dat ze het leuk vindt. Mama, dit is voor jou. Wow. Oh, mijn. Wat een verrassing. Wow, wat een cadeau. Het is zo mooi. Kun je me helpen dit geweldige amulet aan te trekken? Natuurlijk, natuurlijk. Schat, je bent prachtig. Oh, lieverd, ik weet het. Oh, er gebeurt iets. Auw. Wat is er aan de hand? Moeder Amber werd een zeemermin. Ah! Hoe is dat? Makkelijk. Het is de zeemermin Transformer. Nou, Mindy, kun je het alsjeblieft uitleggen? Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Alweer je kattenkwaad. Ga naar je kamer. Ik heb nergens de schuld van. Goed dan. Vang me. Ik zou kunnen vallen. Ik zal je naar de badkamer brengen. Woef. Ik voel me op mijn gemak in deze positie. Wacht even. Laten we het bad met water vullen. Wat? Weet je het zeker? Vissen hebben water nodig. Wat heb je gedaan? Maar eigenlijk, het is best leuk. Woef.
Heilige watervallen. Ho, in deze open haard zitten is zo ongemakkelijk. Vergeet het maar. Ik zal iets nuttigs doen. Wat is er aan de hand? Laat me even met één oog kijken. Dat is een addertje onder het gras. Ik kan dit niet alleen. Het is mijn schuld en ik moet alles in orde maken. Maar hoe? Laat mij maar online naar antwoorden zoeken. Oh, het lijkt wel wat ik nodig heb. Ik moet een bol maken van 4 elementen. Helder als de dag. Ja, vuur, water, aarde en lucht. Ik ben blij dat mijn kamer gevuld is met zoveel speelgoed. Laten we dit nu verzamelen en gaan. Dat is een goed plekje. Zelfs als je heel veel problemen hebt, vergeet plezier maken niet. Vreemd, het is zo leuk. Wacht even, wat als? Nee. Of, precies, ik kreeg zojuist een briljant idee. Kom hier, Vonk. Wait, waarom? Blijf gewoon hier. Wat? Wat ben je van plan? Wait, het superbrein aan het werk. Laat hem je staart drogen. En hij zal weer in benen veranderen. Cool, hè? Ik weet het niet helemaal zeker, maar het werkte. Wait, eindelijk is het allemaal voorbij. Hoera! Wait, dit amulet lijkt vreemd. Haal dit van me af. Het werkte. Gracieuze dans op 2 benen. En geen amuletten meer. Geen verrassingen meer. Oeps, hou me vast. Wat? Wat gebeurt er? Alsjeblieft, niet dit. Nog een keer. Vervloek het. Opnieuw vissenstaart. Nee, dit vraagt om helderziende. Amber droeg het amulet. En nu is ze een zeemermin. We hebben je nodig. Verschrikkelijk. Binnenkort. En je bent snel. Waar is ze? Wauw, krachtige magie. Ik weet niet zeker of ik het aan kan. Ah, er is één manier. Wait, vertrouw je haar? Zwart kristal. Voilà. Het werkte. En ik kan dansen. Tjoep. Ben ik nu een haring? Wat? Oeps, mijn fout. Charlatan, ga weg. Ugh, Amber, wat moeten wij doen? Als ik het maar wist. Stop, en het geld? Geld? Kun je het alsjeblieft uitleggen? Oh, je zult er spijt van krijgen. Spark, ik heb bijna geen ideeën meer. De vurige oma heeft meditatie op haar schema. Oh, ze is hier. Het is cool. Huh? Het zou voor mij ook geen kwaad kunnen om te relaxen. Lindy, lieverd. Hey, oma. Oef, wat een verrassing. Hey, ik heb je hulp nodig. Ik heb mama een vervloekt amulet gegeven. En ze veranderde in een zeemermin. Oh, oh lieve. Maar er is een oplossing. Ik moet 4 elementen verzamelen. Er zal vuur zijn. Kun jij helpen? Natuurlijk, ik zal doen wat ik kan. Verander mijn draak in een vuurelement. De kracht van vuur. Kom binnen. En je bent snel. Alles voor jou, lieverd. O jee, ik laat je geen honger lijden. Dat is waar. Het is een tijdje geleden dat ik heb gegeten. Dan moet de portie groter zijn. Hoe is deze maat voor jou? Het is een hapje voor mij. Je hebt best wel trek, jochie. Bedankt voor het tussendoortje. Doei. Dag. Wees voorzichtig, lieverd. Dit is het einde. Ik zal wel iets bedenken. Ik ga verhuizen om in de oceaan te wonen. Er moet een manier zijn. Amber, het is rook. Laat het zijn. Ik moet iets doen. Hallo, waterdokter. Onderweg. Oh, je bent snel. Noodgeval, laat me de patiënt zien. Recht voor je. Nou, laten we een volledig onderzoek doen. Ernstig geval. Heeft ze een diploma? Maak je vinger gereed. Het doet geen pijn. Wat zeg je ervan? Wat zijn onze kansen, dokter? Ah, de situatie is grimmig. Doe je mond open. Ho, vreemde methode. De klok starten. Wat is er met haar? Oh, lieve. Dokter, laten we je pols controleren. Heb je er één? Oh, daar is het. Dokter, wat is er met haar? Een ogenblik. Het onderzoek is nog niet voorbij. Slik dit tablet door. Het is zo groot. Huh, mijn fout.
De groot is voor de olifant. Hier is die van jou. Slik het gewoon door en spoel het weg, Sparky. Oké, hoe voel je je? Nou, onverwachte wending. De staart werd blauw. Blauw staat mij niet. Ze is geen echte dokter. Oeps, bijwerking. Ga weg, bel mij nooit meer. Oh wait, we staan er alleen voor. Kom op, grote en kleine vis. Oh, hij bijt, hij bijt. Glijd gewoon niet weg. Hey opa. Hey daar jongen, het is al een tijdje geleden. Oeps, het is beter om niet te knuffelen. Opa, we zitten in de problemen. Heeft Wade een loopneus? Oh jongen, dat is een doozy. Wat kan ik doen? Ik heb een waterelement nodig. Ik ben ermee bezig, geen probleem. Draai deze kleine dolfijn alsjeblieft. Lang geleden dat ik magie heb gedaan. Ik hoop dat mijn krachten me niet hebben verlaten. Wauw, het werkte. Bedankt. Oh, het bijt. Deze keer kom je niet weg, inktvis. Oh, een parelschelp. Nog beter. Wow, een cadeautje. Ik vind het leuk om bij je langs te komen. Natuurlijk, kinderen verdienen het beste. Hoe heet je eend? Ik ben een eend en ik ben een eend. Ik moet iets doen. Hallo? Amber heeft een staart. Ik begrijp het. Amber heeft een staart. Een hele grote missie. Wow, zo snel. Jij, Nat, houd mijn koffer vast. Rechercheur Claude start het onderzoek. Agent, kan dit worden opgelost? Eerst zal ik bewijsmateriaal verzamelen. Mijn ogen, beeld ter herinnering, verdachte amulet, moet documenteren. Dat is de hele reden waarom deze puinhoop begon. Stil, onderbreek het onderzoek niet. Jullie drieën op de foto. Ik moet de kleine ondervragen. Bel haar. Dat is Mindy. Haal Mindy. Mindy, Mindy. Raar. Oké, ik ga haar halen. Vreemd. Schiet op, ik heb zelfs zonder jou veel te doen. Spark, waar ben je? Wat is hier gebeurd? Het kind is verdwenen? Sparky, kom naar buiten. Lantaarn? Leeg, misschien in de open haard. Lieverd, alsjeblieft. Nee. Nou, onder de kussens? Nou, niets. Mijn kleintje, ze is weg. Dat is verschrikkelijk. We zullen haar vinden. Laten we eens kijken wat er vandaag op het menu staat voor het avondeten. Wolk Gill, ik ben er eindelijk. Pardon, mag ik je lastigvallen? Hé, hey, mijn moeder zit in de problemen. Ze is een zeemermin geworden. En wat nu? Kon jij mij maar jouw kracht lenen? De kracht van lucht. Dat kan ik, maar alleen voor geld. Maar dat heb ik niet. Dan geen deal. Tot ziens. Idee? Heeft ze wat geld gevonden? Neem deze zeldzame parel. Hij is heel waardevol. Ik kan mijn ogen niet geloven. Ik neem het. Geweldig. De parel. Laten we aan de slag gaan. Giet je kracht in mijn sieraad. Oké, maar snel. Hoera, nog een klein stukje te gaan. Wat een schoonheid. Wat een glans. Blij dat ik het kon behagen. Mijn schoonheid. Ik kan dit niet aan. Laptop? Dat is een belangrijke aanwijzing. Oh, nog een flits. Het laptopspoor leidt naar de plank. Wat een puinhoop. En hier zijn haar sporen. Wat is er met al die foto's? Ik denk dat we dit bijna hebben opgelost. Nog een beetje meer. Ik zal controleren op vingerafdrukken. Interessant. Ze is uit het raam gesprongen. De open haard. De laptop. Geef het hier. Enig idee? Kijk, staart, amulet, laptop. Mindy veranderde in vuur en vloog uit het raam. Maar waarom? En waarheen? Hij brult zijn ogen uit. Ik vraag me af wat ze van plan zijn. Ze zijn al zo lang weg. Ik vraag me af wat de rechercheur in zijn koffer had verstopt. Stop, Amber. Dat is niet leuk. Zal ik zingen? Wat heb ik gedaan? De klok is kapot. Ik kan ze niet bereiken. Kom op, Amber. Je bent sterk. Oef, nu moet ik ze verzamelen. Klaar. Klokken, niet meer vallen. Oef, de kracht van het vuur heeft gewerkt. Zo goed als nieuw. Wat gebeurt er daarbinnen? Waarom duurt het zo lang? Wait, hij kan het niet horen. Kom op!
Ik moet die deur bereiken. Met al mijn kracht. Nu heb ik Claude nodig. De fabrieksagent. Maar zoals gewoonlijk is hij niet op zijn bureau. Ik wacht hier op hem. Er wordt jacht gemaakt op criminelen. Zo saai. Wanneer komt hij terug? Ik heb zijn aardekracht nodig. Oh, er ligt hier een briefje. En waarom heb ik dat niet meteen gezien? Ik ben op een grote missie bij de Elements. Hebbes! Tijd om naar huis te gaan. Rustig. Oh, hallo daar. Weet je wel hoe bezorgd ik was? Stil, stil. Ik was op zoek naar elementen en ik mis de laatste. Wat moet ik doen? Deel je kracht. Makkelijk. Is het Mindy gelukt om alle vier de elementen te verzamelen? Hoera! Mama is gered. De anti-amulet zit in mijn zak. Jullie kunnen Amber's spreuk ongedaan maken. Laten we het samen gaan doen. Ik zal wat foto's maken ter herinnering. Eindelijk hier. Ho, rustig gaan. Jaag me niet op. Alles is onder controle. Wauw. De elementen hebben zich verenigd in een magische bol. Mam, vangen. Je zult je staart niet meer zien. Dat werkte. Mijn lieve benen. Wat heb ik jullie gemist? Mindy, lieverd, laat me je knuffelen. Laten we een familiefoto maken. Breed lachen. Cheers. Alsjeblieft. Jullie zullen deze dag herinneren en lachen. Echt niet? Nou, het is tijd voor mij om te gaan. Oef, nu kan ik mezelf een pauze gunnen. Een nieuwe aflevering van Troom Troom Okitoki. Wie belt er nog meer? Ons kind is vermist. Oké, ik kom eraan. Deze madeliefjes hebben de verkeerde tijd gekozen om te groeien. Beter zo. Agent Claude, de schrik van alle oplichters. Terug in actie. Goedemiddag, sergeant Andrew staat tot uw dienst. Heb je gebeld? Ja, agent. Onze dochter. Help ons haar te vinden. Uit de weg. Laat me werken. Geen sporen van het kind. Ze is absoluut niet in deze kamer. Laten we eens kijken. Eigenlijk moet je deze kant op. Ja, inderdaad. Is er enig bewijs? Nee, ik heb niets gevonden. Ontruim het gebied. Haha, voetafdrukken zoals verwacht. Ze leiden mij hierheen. Kolen? Er brandde hier iets. Of iemand? Hier is de eerste aanwijzing. Laten we deze in mijn verzegelde tas stoppen. De voetafdrukken gaan door. Hier is steenkool weer. Interessant. Dit is een plaatsdelict. Ik zal een paar foto's maken ter herinnering. Klaar. Wat een geweldige foto. Nog meer voetafdrukken. Misschien verbergt het kind zich gewoon? Waar ben je? Ho, wie is daar? Kom naar buiten. Ik beveel het je. Mama! Huh? Gaat het? Zaak opgelost. Hier is je kind. Het is allemaal nutteloos. Je hebt onze jongen bang gemaakt. Schat, kalm neer. Wat een geweldig werk. Je hebt heel hard je best gedaan. Tot ziens. Eruit. Ik zal je instoppen. Sluit je ogen en probeer te slapen. Mijn liefje. Misschien moeten we een helderziende bellen. Hallo? Ons kind is vermist. Oh, als het maar hielp. Onderweg. Kom binnen. Doe alsof je thuis bent. Ik begrijp het. Ik zie het. Je kind is vermist. Ongelooflijk. Hoe weet ze dat? Kun je haar vinden? Als de boterham met de beboterde kant naar beneden valt, is je baby zeker ergens in de buurt. Geweldig. Maar dat is echte magie. Blijf stil. Eén momentje. Kijk. De slinger wijst naar de deur. Laat me met rust. Hier is hij. En dat allemaal dankzij de geesten. Ligt het aan mij of heeft zij ons voor de gek gehouden? Je moet gaan. Krijg ik betaald? In je dromen. Tot ziens. Arme Lily. Laten we haar zelf zoeken. En ik? Je bent mij vergeten. Brian, zoon. Beloof dat je niet stout zult zijn. Papa en mama hebben wat te doen. We zullen snel terug zijn. Oké, tot ziens, moeder. Doei, vader. Joehoe. Ik spring de hele dag op mijn bed. En dan? Precies. Ik eet al het snoep uit papa's voorraad. Hallo?
Onze dochter is vermist. Heb je haar gezien? Nee, we hebben geen tijd. Iedereen heeft het zo druk. Laten we het opnieuw proberen. Goedemiddag. Weer advertenties? Eww, ik heb deze rommel niet nodig. Maar dit is geen spam. Prima. Ik hoop dat ze ons er niet uitgooien. Is er iemand thuis? We zijn op zoek naar onze dochter. Ze is weggelopen. Klop nog even. Oh, het lijkt erop dat er niemand is. Laten we gaan. Er zijn nog maar 40 appartementen beschikbaar. Elke dag nieuw afval. Deze jongeren. Geen manieren. Wacht, dit is mijn kleindochter. Ik ga haar vinden. Huh, wat moet ik doen? Misschien een paar speeltjes kapot maken. Wow, er zijn hier zoveel. Laten we een Pokémon-gevecht houden. Nee, Pikachu, je bent te saai. Jij ook. Cool, dat is SpongeBob. Goedemiddag, meneer. Wil je een beetje vechten? Auw, alleen niet in het gezicht. Ik ben zo verveeld. En dat is alles? Ik geloof het niet. Maar dit is een mysterieuze doos met geheimen. Wat als er een portaalgeweer in zit? Of een schatkaart? Onzichtbaarheidsdrankje? Oh, mijn zus houdt van een jongen. Wie is hij? Aan lieve broer op zijn verjaardag. Oh nee, wat heb ik gedaan? Dit barbecue snackje was heerlijk. Ik heb mijn best gedaan. Onze kleindochter, ze wordt vermist. Hallo opa, dat is lang geleden. Ik geef je een knuffel. Wow, niet zo strak meid. Dat neem ik wel. Wat is er aan de hand? Jonge dame, je kunt niet van huis weglopen. Heb je aan je ouders gedacht? Denk je dat ze gemakkelijk zijn om mee te leven? Luister. Ondraaglijk kind, je bent zo'n probleem. Ja hoor, ze is eindelijk weg. Ongelooflijk. Arm meisje, je hebt zoveel geleden. En ik mocht geen snoep eten. Opa, rustig aan. Oh, hoe doe je dat? Nee, het is hopeloos. Rustig maar, lieverd. Kijk en leer. Ik snap het. Opluchting. Oma zal iets laten zien. Je bent zo grappig. Je krijgt het wel onder de knie. Zo'n grote stad. Ben je er klaar voor? Dochter! Ik hoor een stem. Oh, dat is maar een echo. We zullen haar nooit vinden. Ik hoop dat ze veilig is. En er wordt niet tegen haar geschreeuwd. Lily bleef haar kamer in brand steken. Ik herinner het mij zoals het vandaag was. We kwamen thuis van het werk en het huis stond weer in brand. Wat een schatje. Mam, pap, ik wil iets vertellen. Het is allemaal mijn schuld. Ze is weggelopen door mij. Wat bedoel je? Nou, ik wilde dat het een grap was. Neem wat water. Ryan! Ha, je kunt mij niet vangen. Jongeman, je hebt huisarrest. Misschien is ze bij onze grootouders. Waarom hebben we daar niet aan gedacht? Schiet op, laten we haar terugbrengen. Hé, hey, waar ga je heen? En ik dan? We hebben haar gevonden. Kom naar mama. Dat doe ik niet. Raak dit kind niet aan. Vergeef ons. We zullen het niet nog een keer doen. Ik zweer het. Ik geloof je niet. Het meisje komt bij ons wonen. Ja, ga weg. Je bent hier niet welkom. Oh ja, we hebben geprobeerd aardig te zijn, maar ons geduld is op. Hé, hey, ze gaat nergens heen. Laat me met rust. Daar ga je. Opnieuw weg. Het is allemaal door jou. En wacht. Niet zo snel. Ik verveel me zo. Niemand gooit vuurballen naar mij. Hé, hey, kleintje. Oh, je bent terug. Was deze kaart voor mij bedoeld? Mag ik je een knuffel geven? Absoluut. We zijn te laat. Maar ze vechten niet eens. Hoe heerlijk. Oh, onze engeltjes. Dit is een echte puinhoop. Verzamel je speelgoed. Onmiddellijk. Ja, mama. Ik zal alles doen. Heb je mijn spullen aangeraakt? Oké, ik vergeef je deze keer. Dit zal niet nog een keer gebeuren. Oef, bijna klaar. En hier is mijn doos met geheimen. Ik zal het hier plaatsen. Geen grappen meer. Kijk maar naar ze. Ze waren zo klein. Herken je niemand? Ben ik dat? Zeker, onze kleine waterbaby. Zo, Sintel. Oeps, ik wilde gewoon spelen. Ga de kamer uit. Maar waarom? Door jou is de baby in gevaar. Ga.
dat is niet eerlijk. Ik heb het niet expres gedaan. Ze denken alleen maar aan hun Wadey. Het zij zo. Huh, maar we moesten hem beschermen. Het was niet mijn bedoeling om hem pijn te doen. Was dat niet duidelijk? Het is elementair. Mama zal heel boos zijn. Het is beter om het later te verbergen. In de tussentijd heb ik hoop dat ze het niet ziet. Amber, ons licht. Mogen we binnenkomen? Onze heldere kleine schittering. Wees niet verdrietig. Wadey is nog steeds erg klein. Dat klopt. Oeps, het is heet. Ik ook. Ik vergeet altijd mijn beschermende handschoen aan te trekken. Veel beter. Je kunt Wadey doven met je hitte. Dus het is nog te vroeg om samen te spelen. Wat een onrustig kindje. Hij werd weer wakker. Hé, wacht. En ik dan? Ze brengen al hun tijd met hem door. Onze waterval heeft een temperament. Niet huilen, zoontje. Mam, pap, kom je? Stil. Slaap, Wadey. Ze geven niets om mij. Ze hebben me helemaal niet nodig. En waarom heb ik ouders nodig die me alleen maar uitschelden of me volledig negeren? Ze zijn altijd bezig met hun water, maar ze vergeten hun vuur. Ik heb er genoeg van. Het is tijd om er iets aan te doen. De outfit is perfect. Het lijkt erop dat de kleine sprankeling iets van plan is. Ik blijf niet in dit huis. En eigenlijk wil ik dat ook niet. Ik ga nieuwe ouders vinden die voor mij zullen zorgen. Dat is het. Wauw. Amber en Wade zullen nauwelijks blij zijn met de beslissing van hun slimme vonk. Maar hun dochter lijkt serieus te zijn. Mama en papa hebben nu een nieuwe baby. Dus ik krijg een nieuwe mama en papa. Laten we ons verkleden en gaan. Wens me geluk. Waar moet ik beginnen? Amber, schat, verwarm het water. Het is belangrijk om het niet te overdrijven. Anders krijg je kokend water. Klaar? Neem een slokje, schat. Zoals ik je al heb verteld, hebben ze alleen Wadey nodig. En ik hoor niet meer in deze familie. Ik dacht dat ze van me hielden. Maar blijkbaar was er voor mij geen ruimte meer in hun hart. Die is bezet met dat kleine plasje. Vaarwel, mama en papa. Ik zal aan jullie denken. Wat was dat? Misschien tocht? Op zoek naar nieuwe ouders. Ik ben nog niet klaar. Het is niks voor mij. Mam, pap, waar zijn jullie? Hihi, het lijkt erop dat vuur wat licht nodig heeft. Ik had nooit gedacht dat het zo moeilijk zou zijn om nieuwe ouders te vinden. Niemand heeft me nodig. Auw! Oh, wat doet pijn! Rustig maar. Sorry. Wat is er gebeurd, kind? Je bent op zoek naar nieuwe ouders, hè? Je bent schattig, net als de zon. Ze komt bij ons wonen. Heb ik eindelijk geluk gehad? Neem haar koffer. Laten we gaan, Sparkle. En jij houdt vol. 11, 12. En daar is er nog eentje. Het zijn allemaal haar tranen. En ze leiden naar de uitgang. Oh nee, Amber, schat. Ze is er niet. Ik vind het niet leuk. Laten we in de kamer kijken. Schiet op, Wade. Amber, ben je daar? Ik kijk aan deze kant. Jij kijkt daar. Ik snap het. Al haar speelgoed is hier. Amber, ben je daar? Geen teken van haar. Ik heb alles doorzocht. Oh, lieverd, kijk. Wat? Haar kledingplanken zijn leeg. Inderdaad, er is geen enkele trui meer. Het kan niet waar zijn. Ze is weg. Oh. Ah. Kom op. We moeten haar gaan zoeken. We moeten haar en onze familie redden. Je hebt gelijk. Ons kleine vuur. Maar wie logeert er bij Wadey? We lossen dit op met een gedegen methode. Ik doe mee. Steen, schaar, papier. Ik ga haar zoeken. Ga dan op pad. Auw, 1 minuut. Breng onze dochter naar huis, lieverd. Ik geloof in jou. Succes. Ik kan ook wel wat geluk gebruiken met onze humeurige Wadey. Toch, maatje? Auw. Zonder echtgenoot zal ik het moeilijk hebben om met hem om te gaan. Maar we zullen gewoon de bescherming versterken. En alles komt goed. Niet huilen, mijn jongen. Papa komt snel terug. Nou, het werkte. Maar niet voor lang. Ik denk dat ik het risico moet nemen. Wil je dat ik je vasthoud? Kom naar mama, lieverd. Auw. Oeps. Nee, het is te gevaarlijk voor ons allebei. Wat moet ik doen? Ik heb een idee. Ik zal proberen de airconditioning aan te zetten. Ik zorg ervoor dat de kamer koel is. En de baby kookt niet van mijn aanraken. Oh, het ziet eruit als te koud. Ik heb mijn eigen zoon in een ijsblokje veranderd. Annuleer!
Nu moet ik hem smelten. Het spijt me, mijn schat. Nu kan ik je tenminste ophalen. Toch niet voor lang. De vurige moeder van een waterelement zijn is moeilijker dan je zou denken. We hebben een nieuw plan nodig. Oh, ik denk dat ik het heb. Dat is het. Nu zal mijn hitte je geen pijn doen. Oh, wat was dat? Haha, eindelijk ben je opgevrolijkt. En geen tranen meer. Dus, zullen we spelen, hè? Kiekeboe, mijn jongen. Laten we een paar speciale effecten toevoegen. Oh, heb je plezier, mijn dauwdruppel? Laten we blijven spelen. Waar ben je, lieverd? Amber! Oh, ik zie kolen. Ik moet even goed kijken. Dat zijn haar tranen. Vurige kindvoetafdrukken gaan die kant op. Ik zal je vinden, mijn vonk. Ik hoop dat je... Oh nee, de voetafdrukken zijn verdwenen. Waar nu heen? Oh! Wee! Het is hier zo luchtig en leuk. Wat is hier aan de hand? Ach, misdragen. In dat geval zal ik je een beetje moeten straffen. Oké, ga daar zitten en denk na over je gedrag. Laat me eruit, alsjeblieft. Tijd voor lunch. Oh, mijn favoriete kunstmestwater. Enorme eetlust. Oh, waar is ons vuur? Amber, het is tijd om een hapje te eten. Dan, waar is Amber? Ik heb geen idee. Raar. Mama, we kunnen haar niet hongerig achterlaten. Waarom ruik ik rook? Amber, daar ben je, kindje. Hoe ben je daar gekomen? Hij heeft me opgesloten. En? Nou, misschien was ik te hard. Ik heb een van mijn specialiteiten gemaakt. Je moet vast honger hebben. Help jezelf. Ik heb heel honger. Het water is koud. Dat is triest. Zonneschijn, kun je alsjeblieft mijn bord water opwarmen? Geen probleem. Ik kan dat doen. Klaar. Bedankt, dochter. Perfect. Ik hou van warm water. Ik hou van koud. Tessa, dit is voor jou, lieverd. Bedankt, lieverd. Oh, dit is niet goed. Gaat het? Auw! Mijn struik!